Maar eerst Kees van Gelder, specialist ouderenzorg, voor wie het dagelijkse kost is om met de grote vragen van het leven bezig te zijn. Is het moment gekomen om iemand te laten overlijden of is het te vroeg? Te vroeg is onvergeeflijk, zei hij deze week. Te laat is ondraaglijk. Ja, Kees, van de week hebben we dus die uitspraak gehad. Je zei al, mijn wereld is daar niet heel erg door veranderd. Wat mij altijd opvalt, heel veel mensen zeggen, als ik dement word en niks meer weet, dan wil ik er niet meer zijn. Ja. Aan de andere kant zie je heel veel demente mensen die niet meer weten wie ze zijn en waarom, die toch in leven blijven. Ja, nou ja, het is zo dat je als mens denk je natuurlijk vooruit. En op het moment dat je de diagnose krijgt van dementie, dan ga je nadenken. Hè, en soms heb je familielid die jou is voorgegaan. Ga je nadenken over hoe ziet die toekomst er dan uit? En dat ga je vastleggen. Hè. Steeds meer Nederlanders leggen dat ook vast in een levenstestament of zelf hè, met een euthanasieverklaring. Maar het wonderlijke is dat de ziekte ook je vermogen om kritisch te beoordelen aantast. Dus mensen gaan ook anders denken, en dat weten we natuurlijk, gaan anders denken over de situatie waar ze dan aan zijn. Sommige mensen zeggen, ik wil nooit naar het verpleeghuis. En dan is er een situatie waarin ze in een crisissituatie toch moeten worden opgenomen. En dan blijken ze het verpleeghuis toch heel anders te beleven dan ze van tevoren hadden kunnen bedenken. Ja, maar je hebt wel een moeilijke baan, want je kunt het bijna niet goed doen volgens mij. Nou, dat is niet waar. Kijk, je kunt mensen niet beter maken. En ik denk dat werken in dit stuk van de geneeskunde is in zoverre ondankbaar. Hè, dat je, kijk, als je naar een dokter gaat, dan denkt iedereen, ik krijg medicijnen of ik krijg een behandeling en dan word ik beter. Nou ja, dat is bij onze groep niet zo. Maar in de zorg, hè, waar zoveel zusters werken, waar zoveel liefde en warmte is, waar zo geprobeerd wordt om nog kwaliteit uit het leven te halen van mensen die zo kwetsbaar zijn, ja, dat is ook heel dankbaar. Dat is ook dankbaar. Ja, dat is heel dankbaar. Ja. Je volgt bijvoorbeeld Willy van 80 met dementie. En de vraag is steeds, lijdt hij ondraaglijk? Zijn er nog leuke dingen in het leven? En dan probeer je in gesprek te gaan. Dit zijn beelden uit een documentaire in wording van de hand van Jesse van Venrooy. Wil er zo blijven leven of wil er een eind aan maken? Dat het dood gaat. Dat het dood gaat. Kijk, maar ik zal je daar en wil je daarbij helpen, Willy, maar dan moet ik het zeker weten dat dat is wat je wil. Dat je echt dood wil. Snap je dat? Nee, ik snap niks. Kijk, want als ik je wil helpen om dood te gaan, dan moet ik zeker weten dat is wat je wil. Dan moet jij het wel zelf zeggen. Zeverzak. Ja. Je bent gewoon een zeverzak. Waarom? Ja, en daar keert Willy zich eigenlijk tegen jou, hè? Je bent een zeverzak. Ja. Dit is toch een onmogelijk gesprek. Je vraagt iemand die zwaar dement is, vraag je wat hij wil. Terwijl hij dat misschien helemaal niet meer weet. Nou, het lastige bij hem is dat het niet, hij zit niet continu in dezelfde staat van geest. Soms verwart hij ook mensen. Soms heeft hij beelden dat je ineens zeg maar, hem bedreigt of dat je vijandig bent. Dat is ook de aanleiding geweest voor opname. Was heel veel agressie, heel veel boosheid. Dus dat is het lastige, dat hij het ene moment wel weet wie ik ben, hè, maar ook als dokter herkent. En dan het volgende moment of een ander deel van de dag weer helemaal niet. Maar wat leer jij van dit gesprek? Wat zegt dit jou? Nou, ik zie bij hem veel frustratie. Hij vindt het heel moeilijk om in zo'n afhankelijke positie te zijn. En als die gevoelens zo intens zijn, dan kun je het ene moment de emotie laten zien. Hè. Dan kan hij ook heel verdrietig zijn. Er zijn ook momenten dat hij ontzettend huilt. Hm. Maar het volgende moment kan hij dan ook heel boos worden. Kan hij, wat hij nou doet, is weer bij het schoppen bijvoorbeeld. Hè, en mijn zeverzak noemen. Ja, dat is een uiting van innerlijke frustratie. Maar wanneer zeg jij nou, goed Willy, ik ga jou helpen? Nou, dat komt daar, dat moment? Want de familie zegt, jongens, maak, om het plat te zeggen, maak er een einde aan dit lijden. Nou, die zijn een half jaar geleden naar me toegekomen. Toen was hij al een maand of 4, 5 op mijn afdeling. Ik heb een afdeling voor mensen met ernstige gedragsproblemen met dementie. En toen kwam dat te sprake. En toen heb ik gezegd, nou, dat gaan we heel serieus onderzoeken. En we zijn dus echt zo'n lange tijd bezig om dat goed in beeld te krijgen. Kijk, als je zijn lijden kunt verzachten, als je het kunt behandelen, als je kunt beïnvloeden, en hij zou een stukje kwaliteit van leven hebben, dan heeft dat altijd de voorkeur. Maar het is ook zo zuur, hè? Die man heeft, toen hij nog bij zinnen was, heeft hij die verklaring ondertekend.
Ja, en dat nu? Klopt. Maar de wet zegt dat dat in plaats komt van zeg maar een mondelijk verzoek. Mm. Dus een schriftelijk verzoek eerder gedaan toen je nog wilsbekwaam was. Dat kan in de plaats komen van een mondelinge vraag nu. Maar de andere eisen van de wet, ondraaglijk lijden, uitzichtloos, consistent, dat moet er nog zijn. En er zijn ook momenten dat hij nog van dingen kan genieten. Dat is niet heeft niet de overhand, maar die zijn er wel. Mm-hmm. En we zaten ook in een traject waarbij we echt serieus gingen toewerken. Ik heb een scanarts gevraagd. En bij die scanarts zei hij eigenlijk voor het eerst, waar we ook allemaal heel verbaasd over waren, van ja, ik ben eigenlijk nog heel blij met mijn vrouw en wielrennen. Ik kan het niet meer, maar ik denk nog met heel veel positief terug. En dan denk jij, nou, dan doe ik even een stapje terug. Ja, dat is denk ik gepast om op dat moment een stapje terug te doen. En er zijn andere momenten geweest in de afgelopen maand. We hebben steeds met zijn medicatie wat gewisseld. Iets nieuws nu geprobeerd, waardoor hij veel meer heldere momenten had. Waarin hij zei van, tegen zijn kinderen van, ik kan jullie nog niet loslaten. En ik kan ook Kitty niet loslaten. Ik probeer in je hoofd te kijken, Kees. Van, ja? Want je bent dan bij die man geweest, je rijdt in je auto terug, je denkt daarover na. Ja. Komt er een moment dat je zijn oorspronkelijke wens kunt uitvoeren? Of zou het ook kunnen dat het helemaal nooit komt? Nou, laat zeggen, wat je natuurlijk wel ziet is dat die man in de afgelopen 2 jaar... ja, echt met zo'n scherpe helling naar beneden achteruit is gegaan. Hij heeft ook zeg maar kans dat hij een ernstig lichamelijk iets krijgt. Dat hij een grote hersenbloeding krijgt of een groot herseninfarct. En dan komt hij daardoor te overlijden. En hoef jij het niet te doen? Ja, maar weet je, laat zeggen, ben je ook bang voor justitie eigenlijk? Want van de week stond er toch een collega van jou voor de rechter op verdenking van moord. Ja, nee, ik ben niet bang voor justitie. Maar ik geloof ook dat angst niet je zou moeten leiden. Je moet heel zorgvuldig zijn. Ik bedoel, dit gaat over het iemand laten sterven door mijn hand. Dus ja, dat is wel iets wat je nooit lichtzinnig zult doen. Hè. Snap dus je dat er artsen zijn die dat nooit van hun leven willen doen? Ja, dat snap ik heel goed. Ja. En dat is ook dat respecteer ik ook. Want je hebt ook, wij hebben ooit in onze uitzending ook Eelco uit Tilburg op de bank gehad. Ja. Die toen bij ons vertelde dat hij binnen een aantal weken de datum had geprikt om te overlijden. Jij was de arts die daar hem bij heeft geholpen. Klopt. Ja, denk je daarna nog vaak aan zo'n man? Ja, ik denk regelmatig aan hem. Dat komt ook omdat, zeg maar, dat was de eerste keer dat ik Jesse ontmoette, die een documentaire aan het maken was, op verzoek van Eelco zelf. Mm-hmm. En we zijn ook met die documentaire zijn we veel bezig geweest, veel over nagedacht. Af en toe hebben we ook zeg maar van de week in Tilburg, waarin we de documentaire laten zien en waarbij er na de hand een interview plaatsvindt. Dus ja, ik denk nog heel veel aan hem als persoon, maar ook zeg maar het thema euthanasie bij ja, want dit was gewoon een fysiek gezonde man met Nee, niet helemaal waar. Hij had een extreem overgewicht, waardoor hij zeg maar nog 5 of 10 meter kon lopen en werd hij buiten adem. En dat was ook weer de crux. Hij had een ernstig psychiatrische toestandsbeeld, waardoor hij niet geopereerd kon worden voor zijn overgewicht. Want dat heeft hij wel een paar keer geprobeerd, 3 keer zelfs, bij verschillende klinieken. En die zeiden, ja, dat gaan we niet doen, want je hebt ernstige psychiatrie. Hmm. En de combinatie van zijn lichamelijke en zijn psychiatrische problematiek, ja, dat werd letterlijk en figuurlijk steeds zwaarder voor hem. Ja, ja. Ja. Ja, dit was in elk geval geen probleem voor de wet, hè? Want Nee, nou ja, ook hier volg je de ik werkte toen nog voor de Leefzijnde Kliniek. Hmm. En dat is een groep, een stichting waarbij je heel zorgvuldig met elkaar, dat is een grote groep van professionals die ervaring hebben mee, kijk je heel zorgvuldig naar alle ins en outs. Dus ja, dat geeft zo'n verdieping. Hè, dat zou ik ook echt een aanrader vinden voor elke arts die deze weg gaat bewandelen, om advies en steun te vragen bij de Leefzijnde Kliniek. Ja. Die hebben speciaal verpleegkundigen opgeleid voor artsen die de problematiek van euthanasie bij dementie willen gaan in de praktijk zeg maar voor een patiënt willen gaan toepassen. En die kunnen je heel goed daarin steunen en coachen. Ja. Ja. Nou, dat heb je als arts ook nodig, lijkt absoluut, mij. Absoluut. Het lijkt mij allemaal niet niks, want je bent toch opgeleid om mensen in principe beter te maken in plaats van ze naar het einde te helpen. Maar goed, jij bent daar
toebereid, ook in het geval van Willy. Ja. We zullen afwachten hoe dat verder gaat. Ja. Uiteindelijk krijgen we dat misschien in een documentaire te zien. Hè? Ja, dat is, zeg maar, ik heb zelf het initiatief genomen om een documentaire te maken. Daar heb ik Jesse voor benaderd. Heb je de titel ook bedacht, Dr. Kees? Nee, die heb ik niet bedacht. Daar had ik ook zelf wel bezwaar tegen. Ik zei, is dat niet te populair? Maar goed, Jesse dacht dat dat een goede naam was. Hmm. Nee, maar het is juist ook om aan familie, aan patiënten, maar ook aan collega's te laten zien van ja, je kunt dit pad bewandelen als je heel zorgvuldig de stenen vindt van het pad waar je op loopt. Ja, grote dilemma's. Hele grote dilemma's. Hele grote dilemma's. De naam is al gevallen. Jesse van Venrooy van Filmmoment, filmmaker, maakt een documentaire met de titel Dr. Kees, hier zit hij, over de dilemma's van de arts. En daar heeft hij geld voor nodig. En als hij zijn project wil steunen, moet je even kijken op de site sinekraut.com/Dr. Kees.